Die grafiek die geeft aan dat Ajax op de bovenste plaats staat. Op de onderste lijn staan het aantal gespeelde wedstrijden. En dan zien we dat Ajax vanaf de 13e speeldag tot en met de 22e 9 wedstrijden op rij heeft gewonnen. Bij AZ 67, we hebben u dat al eens eerder laten zien, heeft een hele merkwaardige curve plaats. We zien bij AZ 67 dat ze nooit meer dan 2 wedstrijden op rij winnen. Dan verliezen ze er 1 of ze spelen gelijk. Kijkt u maar. 2 winst, verlies, 2 winst, verlies, 2 winst, gelijk, 2 winst, verlies en weer gelijk, 2 winst, gelijk, 2 winst, gelijk, 2 winst. Belangrijk was dus om ook een beetje in het kader van die curve voor AZ 67, om te kijken of ze van dat imago af zouden kunnen komen. Nog belangrijker was het echter natuurlijk voor AZ 67 zelf om de achterstand op Ajax in te lopen. In 21 wedstrijden dat de beide teams tegenover elkaar stonden sinds 1968, dat was het moment dat AZ 67 in de eredivisie kwam, won Ajax 16 maal. Ajax zou eigenlijk een beetje ingetogen moeten spelen als u weet dat ze begonnen met 2 gele kaarten voor de spelers Ling, Zwamborn, Krol en Schoenhaker. Of dat het geval is, dat gaan we nu zien aan de uitgebreide samenvatting. Het commentaar vanuit het Olympisch Stadion krijgt u van Theo Rijtsma. De aftrap is van AZ in de wedstrijd tegen Ajax. En Ajax dat is gestart zonder Jensen, maar wel meer met Arnezen terug in de ploeg. Bonsink is gebleven. Hij staat aan de linkerkant in de aanval van Ajax. Tahamata drentelt voorlopig aan de rechterkant. Het is eventjes wennen, ook voor Hugo Hovenkamp die hier aan de bal is. AZ gestart met de jongen van der Meer opnieuw achterin als vrije verdediger. En Talan als de man voorin die Belsel geblesseerd vervangt. Arnezen voor de eerste keer. Voor Schoenhaker te ver. Eerste opmerking van beide ploegen over de grasmat in dit Olympisch Stadion. Die valt tegen, die is hobbelig. Verrassend eigenlijk. Arnezen zoekt Søren Lerby. Boeven. Of Bonsink natuurlijk. En hij is hier opnieuw. Hij schiet in het zijde. Karel Bonsink. Van der Meer. Arndt. Negaard. Leek aardig. Poging om met God te halen. Tahamata. Arnezen. Dat is bijzonder knap gezien. Ook door Treitel trouwens, maar voornamelijk door Arnezen die daar het lege centrum op ging. Toen hij links zag vertrekken. Arnezen. Bonsink. Arnezen. Arnezen later, Ajax gooit. Ling. Spel was wat laat. Ling. Maar voorlopig slaagt Ajax er nog niet in om te scoren, al zijn de situaties die gecreëerd worden knap. Nygaard wacht te lang. En dan is het nu weer niet raak omdat Treitel redt. Lerby, buitenspel van Bonsink. Korte vrije trap, Krol Arnezen. Boeven. Lerby. Krol. Arnezen Krol. Voorlopig circuleert Ajax voortreffelijk. En dit loopt ook nog goed af. Bonsink. Lerby. Het is terecht dit doelpunt van Ajax. Want de eerste 10 minuten waren voortreffelijk. Søren Lerby maakt dat duidelijk via de stand ook. Het is 1-0. Lerby. Bonsing op Arnezen, het circuleert weer helemaal rondom hem. Hij is het aanspeelpunt op het middenveld. Hij mag verdelen. Krol. Ook nu is hij weer aanspeelbaar. Kijk maar zoals Krol hier inlevert bij deze jonge Deen.
Maar het gaat wel fout. Kist. En dan is het riskant. Kist accentueert en Zwamboren krijgt een gele kaart. Nou ja, ik vind dit overtrokken. Zwamboren zelf waarschijnlijk ook. Met God op Reinders. Tahamata doet moeilijk. Schoenhager als gevolg daarvan ook. Hovenkamp. Het is een doelpunt van Hugo Hovenkamp. Gescoord met een rechtervoet. Onbegrijpelijk dat dat mogelijk is bij Ajax. Een weggevertje. En Hugo Hovenkamp benut dat met een schot. Met een rechterbeen. Tahamata, Schoenhager in de kooi. Hovenkamp kreeg een kans en scoort. 14e minuut. Tahamata. Aan de andere kant komt Bonsing. Reinders is erbij. Van der Meer. Met God. Overkamp. Kist. Met God, ja. Nou, wat weer een blunder daar achterin. Onwaarschijnlijk twee man vrij op die voorzet van Kees Kist. En het is Met God die nadat Schrijvers die bal laat lopen, gewoon raak op. Schoenhager, Lerbikon. Open aan de andere kant. Kom er nu van. Bond of Arnezen. Leek een overtreding, anders gaat dat standbeen niet ineens vertrokken natuurlijk. Nou, de overtreding ten opzichte van Arnezen, deze vrije trap van Bonsing. Preitel raakt lekker ingespeeld. Van der Meer. En weer die jonge laatste man in de achterhoede van AZ. Zelfverzekerd voetbalt hij. 19 jaar, komt uit Roelofarendsveen. En Hovenkamp zit hier vast op Meutstegen en pakt vervolgens Meutstegen vast en krijgt dus de vrije trap tegen. Ajax voordeel is al eens een paar meter verder weg. Hier bij Link. Link kan het niet hebben met Geurts, de scheidsrechter, en zeker niet met Spelbos. Vrij staat hier, Kees Kist, en niet zo'n klein beetje vrij. Misschien had Talan op rechts de bal verdiend. Kist probeerde zelf. Schoenhager. Een foutje van Tahamata, het voordeel van AZ via deze ingooi, Niegaard. Nou, vrijgedraaid. Goed schot, zeg. Schitterend getild om zo te proberen over Schrijvers heen te komen. Ja, wat heerlijk als je zo kan trappen als Christen Niegaard hier deed. Prachtig. Ingooi van Peter Boeven in de 32e minuut. Lerby. Zit prima voetbal in deze wedstrijd. Werkelijk hier, Arnezen. Oh, strafschop lijkt me. Oh, Geurts. Hij doet het niet. Hij zag niet dat Van der Meer daar even dat pootje aantikte van Frank Arnezen. Ja, het was een kleine beweging, maar o zo efficiënt. Want toen ging Ajax feest niet door in dat strafschopgebied. Spelbos, Ling. Schoenhager nu. En dan toch, raak, 2-2. Nu kwam Van der Meer net tekort. En won Schoenhager vervolgens de bal. En hij scoorde ook. In de 34e minuut is het toch 2-2. Spelletje Hovenkamp. Schoenhager was de andere partij.
En de vrije trap is natuurlijk gewoon voor AZ. Kist. Tahamata. Krol komt. Tahamata. Ling. Ja, is goed. Bonsink daar. Bonsink. En dan met God. Prima, prima. Kist. Onderbroken. Arnezen. Ling. Arnezen. Ruimte voor Tahamata op rechts. Ling is aan de andere kant. En Van der Meer liep in de weg voor het Ajaxfeest. De Lermi. AZ voorhoede komt toch te weinig in het stuk voor. Kijk eens nu hoeveel ruimte er ineens is. Voor Ajax. Arnezen. Ja, natuurlijk. Tahamata op de rand van het strafschopgebied had meer moeten kunnen doen met deze bal. Geblesseerd ligt op de grond Dick Schoenhaker. Schouwenaar aan de bal. Hij maakt erom. Ziek, ziek, ziek. Spektakel in de eerste helft. Nu zijn er toch zo'n 7 minuten in de tweede helft voorbij waarin dat nodig gemist wordt. Het is wat erg rustig. Krol Arnezen. Overkomt net te laat, ja. Tahamata, na het spektakel is terug. Lerby. Ling niet. Bonsink. Tegen Spelbos op. En buitenspel van Ling. Arends. Niegaard. Nu zit er lang. Heeft toch een handje van in deze wedstrijd eigenlijk. Link. Waller, keurig van ver af. Maar hij lette wel goed op hoe Spelbos de bal speelde. Trijt als uitrap. Lerby. Bonsink Lerby. Van der Meer als laatste. Hoekschop dus. Bonsink. Swamboren. Lerby. Link komt. En Spelbos was er ook. Arends. Overkamp. Met God. Hoekschop. Met God neemt de hoekschop, terwijl Schoenhaker het gebaar naar de kant heeft gemaakt. Komt er nog wat van? Die vraagt namelijk om een wissel. Toch als gevolg van die in de eerste helft opgelopen blessure. En op de lat gekopt door Spelbos. En op de lat gekopt door Schouwenaar. Nou. Het resultaat is natuurlijk gewoon een doeltrap. Kopbal Schouwenaar en een kopbal Spelbos die hier terugloopt. Beide balen op de lat. En daarna zijn er dan de wissels. Van Geel voor Schoenhaker. En Van Rijnsoever voor Talan. Arends. Van Rijnsoever. Bovenkamp. Niegaard. Overkamp door. Goed. Het linkerbeen is te kort. Moeilijk nu voor beide ploegen om vast te grijpen van de wedstrijd te krijgen. Het wisselt wat. Kwalitatief is het ook wat minder dan in de eerste helft. Kijk hier weer zo'n momentje waarop het even toch niet gladjes verloopt. Van Geel.
Ling naar de kant. Blanker in de ploeg bij Ajax als zijn vervanger. Een actie in de 31e minuut. Hovenkamp Arnes. Voor buitenspel gevlacht. Niet gegeven trouwens. En nog het Nigat zelf. Krol hield dat tegen. Maar het sloot af. Voor een overtreding begaan ten opzichte van Nygaard. Ze zijn er veel onderbrekingen na rust. In deze tweede helft. Komt het kijkspel natuurlijk ook niet ten goede. Want er loopt vrij weinig. Hé, hey, Schrijvers weer helemaal mis. Nou. Schouwenaar kreeg bijna een cadeautje. Slotfase van de wedstrijd. Ruud Krol aan de bal. Zwamborden. Tahamata. Krol. Een onvoldoende met deze paas. Onvoldoende voor Van Geel. Het is beter dat Geurts afluit. Want de wedstrijd boeit al enige tijd niet meer. Boeiend was het voor rust. Toen werd ook die stand van 2-2 bereikt. Teleurstellend verliep het na rust. U hoorde het van Theo Rijtsma. Het verliep boeiend voor rust. Na rust was het teleurstellend. En ik vraag me toch in gemoede af. Wat moet je nou eigenlijk doen als je tegen Ajax speelt? AZ 67 had toch tenminste het laatste kwartier van de wedstrijd alles op de aanval kunnen gooien. Want je kunt dan wel zeggen, ik kom met een gelijkspel weg bij Ajax vandaan. Maar je puntenachterstand blijft tenslotte nog net zo groot. En dat draagt in feite de Amsterdammers naar de titel. Goed, laten we het voor die wedstrijd later voor wat het is geweest in een competitieduel.